Goed nieuws voor de fans van Goede Tijden, Slechte Tijden. De langstlopende soap van Nederland gaat nog zeker 2 jaar door. Zijn de feestmakers binnen? Ja, allebei. Maandag kregen de acteurs te horen dat RTL en producent Endemol hun contract verlengd hebben tot 2011. Vorig jaar was de toekomst van de soap onzeker nadat de kijkcijfers inzakten. Maar na recente veranderingen in de verhaallijnen trekt Goede Tijden elke avond weer tussen de 1 en 1,5 miljoen kijkers. Proost!